Hé, hey, kleintjes, er klopt iemand op de deur. Doe de deur open snel en kun je dit masker afdoen? Shh, pas op, wees stil. Kijk, deze kleintjes hebben besloten om zich te verstoppen. Nou goed, ik doe de deur wel open. Wie is daar? Je hebt mijn rust verpest. Ouch, doe voorzichtig. Je doet me pijn. Oké, prima. Oh, waarom moet dit nou allemaal? En het ergste is dat ze me niet naar huis laten gaan. Oh mijn god, ik ben zo mooi. Ik word met de dag mooier. Ja, natuurlijk. Heel mooi. Welke fruitsalade heb je liever? Die met bananen en pruimen of die met bananen en abrikozen? Tima, wat maakt het uit? Niet vragen, gewoon doen. Nee, het maakt wel uit. Bananen en abrikozen wil ik. Oké. Eerlijk gezegd, oma, ben ik geschokt. Jij zit hier, wij maken een fruitsalade, doen je manicure, pedicure, massage. Vind je dat niet een beetje te ver gaan? Oma, weet je wat? Je hebt zulke nagels dat geen enkele manicure zou helpen. En je zegt maar dat ik moet veilen. Waar blijft mijn emmer met water en bubbels? Wanneer krijg ik mijn pedicure? Oh mijn god, deze oma is een gek. Ze wil dat we manicure doen, pedicure doen. Oké, oma, leg de kippenpoten hierin. Dan zullen we die pedicure voor je doen. Luister, klein ding. Geef mij zo'n mooie pedicure dat ik de show stil bij oma's disco. Nasje, heb je dat gehoord? Ze gaat naar een paar oude bottendisco's. Ja, en ze wil daar haar botten schudden. Oké, oma, daar gaan we. Oké, nu is het afgelopen. Ik ga geen verschillende fruitsalades maken voor verschillende oma's. Waarom zou ik? Tima, wees stil. Ja, want ze kan boos worden, hoor. Oh, dit is het goed. Masseer ook mijn nek. Het is daar ook een beetje stroef. Diane, psst. Wat? Diane, breng het masker. Ik heb een heel goed plan. Wat voor plan dan? Het plan om van oma af te komen, maar daar hebben we een masker voor nodig. Oké, en nu oma, jij gaat nu 5 minuten ontspannen met dit masker op je gezicht. En dan kom je van je rimpels af. Misschien heb jij rimpels. Ik ben perfect, maar ik zeg geen nee tegen een masker. Waar is die masker dan? Nou oma, gooi je hoofd maar achterover. Sluit je ogen. Sluit ze dicht. Ontspan. En sluit je ogen heel goed. Sluit ze dicht. Oh, wat een fijne gevoelens. Wat een goed masker. Het hydrateert mijn gezicht zo goed. Ik ben geschokt. Deze oma is echt te brutaal. We moeten echt iets gaan doen, hoor. Ja, ze wil een pedicure. Manicure. En ook continu massages. Ja, en zelfs een fruitsalade. Kijk, ik heb een heel erg goed idee. Laten we de goede vee roepen. Ja, precies. Dit is niet leuk meer. Ze gaat ons zeker redden. Ze moet deze oma aanpakken. Ja, ons helpen. Ik denk dat we haar gewoon op pad moeten sturen. Ik ben toch echt een beetje zat om de hele dag massages te geven. Ze is zo vol van jezelf. En ik van de pedicures. Oké, laten we het doen. Oh. Jongens, rustig aan. Eigenlijk is er geen suiker in mijn huis. Dus ik ben hier om het te lenen. Maar jullie weer met je problemen. Vee. Je bent hier. We hebben zoveel problemen hier. Ja, heel veel problemen. En het gaat maar door. Red ons alsjeblieft. Deze oma denkt echt dat ze de koningin is. We zorgen de hele tijd voor haar. Manicures, pedicures, salades. En dan wil ze een massage. We zijn er echt, echt beu. Ja, we zijn al 2 dagen niet de deur uit geweest. Omdat ze denkt dat zij de baas is. Ze laat ons niet gaan. En ik voel mezelf net een kok. Ik maak de hele dag salades voor haar. Met bananen, met sinaasappels. Ik ben moe. Oké, ik begrijp wat je bedoelt. Maak de weg maar vrij. Vee, help ons alsjeblieft. Vee, help ons nou. Het is wel goed zo. Luister, die masker, de houdbaarheidsdatum verloopt. Wat is het volgende? Ik heb gezichtscreme nodig, denk ik. Oh, ik zie het al. Dit is een moeilijk geval. Jongens, ik weet niet eens hoe ik je kan helpen. Vee, wat bedoel je? Help ons alsjeblieft. Help ons. Wat bedoel je nou? Wil je dat we tot morgen bij haar blijven? Help! Nou, ik denk niet dat ik je kan helpen. Maar ik heb wel een vriend die... Een vriend? Goede vee, wat zeg je nou? We hebben je vriend hier niet nodig. We hebben deze oude dame al. Jongens, ze is niet alleen een vriend. Ze is een heks. Als ze hier komt, dan wordt oma zo bang. Bel haar, goede vee. Door. Ze zal haar zo bang maken dat deze oma de weg naar dit huis zal vergeten. Dat is precies wat we nodig hebben. Wij willen haar hier niet meer zien.
Maar je zult haar op de een of andere manier moeten bedanken voor haar hulp. Wat bedoel je met haar bedanken? Hoe kunnen we haar bedanken? Wil je dat ze je redt van oma? Dus dan ga je maar bedenken hoe je haar gaat bedanken. Meiden, we moeten het eens worden. Oké, bel haar maar. Jongens, verstop je. De heks die komt eraan. Hé, waarom zouden wij ons verstoppen? Ze komt om met oma af te rekenen, niet met ons. Doe gewoon wat ik zeg, anders wordt het erger. Goede vee, goede vee. Hé, kleintjes, er klopt iemand op de deur. Doe de deur open snel en kun je dit masker afdoen. Shh, voorzichtig, wees stil. Kijk, deze kleintjes hebben besloten om zich te verstoppen. Nou goed, ik doe de deur wel open. Wie is daar? Je hebt mijn rust verpest. Ah, kijk eens wie daar is, Lariska. Huh? Oma Barbie. Hoe heb je me gevonden? Maar kom binnen, laten we thee drinken. Praten, kom gezellig binnen. Kom, laten we gaan. Hoor je oma schreeuwen? Ik denk dat ze echt bang is. Ja, ze wordt er nu uitgegroeid, denk ik. Woon je hier al lang? Oh, slechts een paar dagen. Met wie woon je hier? Met wat kleintjes. Oh, dat spijt me zo. Maar weet je, met mijn leven gaat dat ook niet zo goed. Wat is er aan de hand? Waar woon ik jij dan? In een bos, in een doos. Uit de koelkast. Hé, waar hebben ze het over? Welke koelkast? Dat is het. Waarom is deze oma nog hier? Ik snap er echt helemaal niets van. De vee zei dat oma vreselijk tekeer zou gaan. Vertel, ben je getrouwd? Ja, met de onsterfelijke kast jij. Ik benijd je niet, hoor. Waar kan ik gaan zitten? Hier, ga zitten alsjeblieft. Hier? Heb je honger? Ja, want ik heb echt honger. En kun je me daarnaast ook wat te drinken geven? Want ik heb ontzettende dorst. Een momentje. Kleintjes! Hé, waar zijn jullie? Maak snel een fruitsalade voor mijn vriend. Ze is net binnengekomen. Heb je dat gehoord? Wat? Een vriend? Wat de ene om en nou hebben we de twee? Ze hebben ons mooi beetgenomen. Luister eens naar mij, beste vriendin. Je ziet je eigenlijk wel heel erg mooi. Heb je geen huisgenoten nodig? Misschien kan ik wel een kamer huren. Kleintjes, kom snel hier. Jongens, dit gaat helemaal verkeerd. Lijkt erop dat deze oma een heksenvriend heeft. Ik heb een idee. We spelen ze tegen elkaar uit. Ja, maar hoe? We moeten hier echt iets voor gaan verzinnen, hoor. Oké, ik heb een idee. Laten we gaan. Eindelijk, waar waren jullie? Zien jullie niet dat we gasten hebben? Dek de tafel en snel alsjeblieft. Dek die tafel. Opschieten nu. Hallo. Hallo, oma heks. We zaten al met Ken op jou te wachten tot je zou komen. Ik ben zo lang op je gewacht. Serieus? Zaten jullie met z'n allen op mij te wachten? Wat is dat fijn om te horen. Kennen jullie mij al? Kleintjes, ontmoet mijn klasgenoot. Wij zaten samen naast elkaar in hetzelfde bureau. En ze keek altijd bij mij af. Ja, dat weten we. Oma Barbie heeft ons heel veel over jou verteld. Zo fijn om te horen. Je bent me dus echt niet vergeten. Ik ben jou nooit vergeten. Ja, ze vertelde ons hoe ze de Barbie-wedstrijd had gewonnen. Hé, kleintjes, wat is hier aan de hand? Dat heb ik nooit verteld aan jullie. Dat heb je niet. Wel, dat heb je wel. Je hebt ons verteld over Lariska en hoe je haar schoonheid had gestolen. Ja, met je magie heb je dat. Dus jij was het. Jij hebt mijn schoonheid gestolen. Is het niet? Lariska, geloof ze niet. Ze liegen tegen jou. Ja, en ze vertelde ons ook over haar huwelijk met haar mooie Ken en het huwelijk van haar vriendin Larissa met Koshai, de onsterfelijke. Ja, dat is waar. Nou, vriendin, ik had echt nooit verwacht dat jij zoiets zou doen. Lariska, geloof ze niet. Wij vertellen de waarheid. Echt? Zij niet. Wacht jij eens even, oma Barbie. Je hebt het helemaal verkeerd. Nou kinderen, dat is alles. Lariska is terug naar het bos gegaan en wij gaan weer lekker ontspannen. Hoera, hoera, yes, hoera. Oh nee.